Goedemiddag, ik ben Johan de Winter, 58 jaar jong, woonachtig in Zuid-Beverland, een natuurgebied in Zeeland. Ik heb 3 kinderen, genaamd Bas, Roy en Tim, waarvan de laatste op dit moment ook uit huis gaat. Dus dat breekt wat dat betreft ook een nieuwe periode aan. Waarom is de energietransitie belangrijk voor mij? We zijn de aarde aan het uitholen, het fossiele brandstof of CO2-uitstoot. En dan zie ik u al denken, wat kunnen anderen daaraan doen om dat probleem op te lossen? Maar nee, het begint bij onszelf. Ook bewustzijn en omgaan met energie. Door bijvoorbeeld ledverlichting te gebruiken of een verwarmingsthermostaat op afstand. Maar ook bij de opwekking door zonnepanelen zelf te gebruiken, onze woningen te isoleren. Dat draagt ook ons steentje bij aan de opwarming van de aarde. Daarnaast heb ik een tuin waar veel groen in zit. En niet alleen veel groen, maar ook een moestuin. Hoezo ketenverkorting? Dat alles maakt dat ook de aarde en de toekomst een beetje meer leefbaar is. Het is een voorwaarde voor bedrijven om een duurzame bedrijfsvoering te zijn. Op die manier zijn zij ook toekomstbestendig. En wat gaan wij daarin doen? We gaan onze medewerkers enthousiasmeren, onze RWC-leden, onze ledenraad en al onze leden inzetten om daar een bijdrage aan te leveren. Dat doen we ook denken aan een mooi voorbeeld hier in de streek, de polystyreenloop. Dat is een fabriek piepschuim, eigenlijk opnieuw verwerkt tot nieuw isolatiemateriaal. Een mooie bijdrage voor circulariteit en dat ook nog op een coöperatieve manier. Ja, dromen. Mijn droom is dat ik een positieve bijdrage heb mogen leveren aan de energietransitie in Nederland. En meer concreet, dat ik mee heb mogen helpen en denken aan de grootste duurzame waterstoffabriek voor de Nederlandse en Belgische markt. Want ik begin ook elke dag met nieuwe energie.